Vanuit de helikopter wordt pijnlijk duidelijk wat voor ongekende schade orkaan Irma heeft aangericht. Het is de zwaarste orkaan ooit. 95% van de gebouwen op Sint Maarten is verwoest. Communicatiemiddelen zijn uitgevallen. En het openbaar bestuur kan nauwelijks zijn werk doen. Militairen zorgen voor water, voedsel en medicijnen. Maar ook voor tenten, dekzeilen, bouwmaterialen en hygiënekits. Defensie doet al het mogelijke in een haast onmogelijke situatie. Om de orde te bewaren, ondersteunen militairen de lokale politie. Er is broodnodig diesel nodig voor de generatoren. Maar van tankstations is niets over. De ontreddering is groot. Mensen zijn beroofd van hun huizen en verstoken van eerste levensbehoeften. Samen met Frankrijk en lokale autoriteiten doet onze overheid alles wat in haar macht ligt. En er is haast, want de volgende orkaan is in aantocht. Al lijkt José naar verwachting meer op een zware storm met windkracht 5 tot 6. Bij Irma was dat omgerekend 30.